Dag, beste kijker. Met een temperatuur in Ukkel van 26,5 graden werd het gisteren record warm. Ja, vandaag moeten we het met minder stellen. De maxima werden eigenlijk vanochtend al bereikt. Zeker in het oosten van het land gaat het deze namiddag geleidelijk aan nog een paar graden koeler worden. Maar in het westen zijn er al opklaringen. En daar kan vanmiddag misschien nog 1 of 2 graden bij komen. En daar is de neerslag al grotendeels verdwenen. Voor het oosten van het land daarentegen hebben we op dit moment behoorlijk wat regen of een aantal buien. En ook de komende uren gaan ze daar nog onder de wolken blijven zitten. En daar gaat dus nog altijd wel wat neerslag kunnen uitvallen. Nu, daarachter zien we die opklaringen. En die zijn dan voor het westen van het land. En daar gaat dus de temperatuur nog een beetje kunnen klimmen. Dus mal bij al, die temperaturen minder dan gisteren, maar ze vallen best mee. En dan zien we die luchtdruk alweer stijgen onder de invloed van dit hoge drukgebied. Blijft het de komende dagen grotendeels droog. Af en toe zijn er wat meer wolken. Donderdag bijvoorbeeld, mogelijk iets meer bewolking. En dan tegen vrijdag stilaan vanuit het zuiden krijgen we dan alweer warmer lucht. Dus in het weekend, ja, krijgen we opnieuw najaarsweer met een klein beetje zomerse allures, zeker op zondag. Vandaag is dat verzoek, lijkt het toch wel wat meer op herfst met regen, met wind. En zeker over het oosten van het land mogen ze nog meer regen verwachten, terwijl er in het westen al wat opklaringen zijn. Mogelijk in de loop van de namiddag nog een lokale bui. En dan temperaturen, ja, ergens rond 17 of 18 graden. Maar in het westen van het land, waar dus die zon misschien nog iets meer en wat langer kan schijnen, kan het kwik nog een beetje hoger klimmen. En de wind is goed voelbaar. Een windkracht 4 tot 5. En aan zee is dat soms 5 tot 6. En er kunnen rukwinden zijn tot 50 of 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het alweer rustiger met meer en ook bredere opklaringen. En dan mogelijk een beetje nevel en mist of wat lage bewolking, vooral voor de Ardennen. Het koelt goed af. Temperaturen tussen 6 en 13 graden. En voor morgen blijft het waarschijnlijk wel droog en krijgen we ook geregeld de zon te zien. Bij temperaturen rond 18 graden, ja, een vrij normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Zelfs nog misschien een tikkeltje te hoog, een graadje te veel. En dan donderdag redelijk wat wolken. Nu, op de meeste plaatsen gaat dat wel droog blijven. Dus een lokale bui is mogelijk, meer niet. En dan vrijdag zijn we opnieuw vertrokken voor een periode met droge weerkaarten. Vrijdag 18 graden, maar in het weekend gaat het alweer richting 20 graden en zelfs meer. Tegen zondag niet alleen een stralende zon, maar ook maxima richting 24 graden voor het centrum van het land. En maandag komen er dan al meer wolken opdagen, maar blijft nog droog. En we houden nog een temperatuur rond 20 of 21 graden. Dus zeker naar het weekend toe belooft het alweer zeer mooi te worden. Meer daarover in latere weerberichten. Tot dan. Dag.